Goedemorgen. En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit op Londen. En het is vandaag zaterdag. Ik heb zo les van Daan. Mama en Rick die zijn naar Zwitserland toe Bella wegbrengen. Dus ik moet nu even 2 dagjes op de fiets heen en weer naar stal. Maar nu is het tijd om te gaan rijden. Het is weer iets anders dan fietsen. De fiets is ook helemaal niet zo leuk. Maar ja, ik kan er ook wel een beetje van genieten. We zijn in Zwitserland. We hebben namelijk vandaag Bella teruggebracht. Wat natuurlijk wel jammer is dat ze weg is. Maar wel heel fijn dat ze weer naar haar stalletje kan. Ze heeft een hele mooie nieuwe stal waar ze gaat staan. En dat is, ga ik zo even laten zien. Maar wat ik ook wil laten zien is dat wij in Zwitserland... Waar is mijn sticker? Hier. Oh, hier. Wij hebben een officiële sticker op de trailer. Kijk, tadaa! Omdat we in Zwitserland over de snelweg willen. Ja. En dit is de box van Bel. Heel erg groot. Bel is een individuele. Ze kan lekker naar buiten, naar haar uitloop. En hier hebben we Jessie! Die is ook mee! Ja! Die is ook mee, hè? Nou, jullie zien er bijna niet meer, maar Bel staat weer gewoon op de Zwitserse weide. Tussen de Zwitserse kruiden. Gezond en wel in de Alpenlucht. Hoi, het is maar dinsdag. Over woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Over 4 dagen heb ik het NK. En de 50 gaat heel hard. Ik heb het vlogen vaak al gezien. Geen heeft het al verteld. En ik moet 9:09. Blondie vond het heel leuk om te gaan spuren. Dus dan doe ik er meteen dermacontrole van Vitasauer. Want daarna stopt ze ermee. En er staat ook een fiets, dus die mag ik ook weer gaan wassen. Want ik heb er vannacht geen vlecht in gehad, omdat er veel fiets zijn. Dus nu zit ze er heel onder, dus het is helemaal top. Maar goed, om al het geklaag heen om haar staart. Ik heb zo les. Moeder zit naar de fysio. Oh, daar moet gelanceerd worden. Soms schuurt ze ook stukjes naast haar staart op. En dan moet ze ook op. Smeren. Heel irritant wat ze dat doet. Ik heb liever gewoon dat alles heel houdt. Ik snap dat ze kriebel heeft, maar doe maar gewoon niet, zeg maar. Kijk, je ziet het niet heel erg. Nou ja, ik wel een beetje. Maar het loopt wel netjes over zo. Dus het is te doen. Gooit ze achterbenen mooi. Dat. Voel je dat? Dat mag niet. Nee, hier blijven. Zo, ja. Kijk, en jij veert wel mee met je hand, hè? Want we hebben dat filmpje vorige week gezien. Dus jij bent daar wel los in je arm. Zo, ja. Jij veert daar mee, want die hals maakt wel beweging. Zo, ja. En dan doe je hier straks uit aandraven. Heel geconcentreerd. Achterbeen eerst en je denkt alleen maar recht. Hoe rechter, hoe beter. Recht. Zo, hierop. Je wordt niet boos, maar je blijft wel eraan zitten totdat je je zin krijgt. Zo, verbinding houden, toch je been eraan houden. Zo, en dan ga je je ringvinger hou je even zo en dan begin je met je schouders te ontspannen. Zo, en dan doe je eigenlijk, kijk eens, dus je hebt daar, sorry, de verbinding. En het is nog even moeilijk, laat dan niet meteen alles los, maar begin schouders los, armen los. En als die los kunnen, dan laat je die ringvinger ook weer los, snap je? Kijk, ja. En als je dan weer zo doet, dan... is heel je hand weer van positie veranderd. Ja, alleen ik weet niet hoe ik mijn schouders los kan krijgen. Je hebt toch aangespannen, ontspannen? Aangespannen, ontspannen? Toch? Kan jij dat ook? Nee. Span eens je spieren aan. En laat ze nu eens los. Dat kan jij ook, zie je dat? Het blijft aangespannen. Ja, maar dat is even... ook net als met haar met die achterbenen is dat jouw stukje. Maar jij kan ze wel aanspannen en je spieren loslaten. Ja. Toch? Een soort knijpen en niet meer knijpen. Dus als je daar dus die verbinding hebt en het wordt dus even wat strakker, begin dan eerst weer met je arm los te laten en dat je niet meteen je hand losgooit. Ja. Want dan heb je haar dus even verteld of begeleid waar je er naartoe wil en dan laat je daarna je teugel weer los. Begin dan dus met je lijf los te laten, je elleboog, je onderarm. Als dat kan, dan komt die hand en die ringvinger ook weer. Zo, ja. Goed zo, heel goed. Tussen, en zeker even weer deze week extra gedisciplineerd met het oog op zaterdag. Hoe duidelijker we dus eventjes hierop zijn, hoe beter we zaterdag kunnen zijn. Ja. Twee teugels. Zo, niet links, niet rechts. Zo, hup. Zwart en wit, net als je shirt. Fluister maar in de oor dat ze volgende week in het bos mag rijden.
Zo, keurig. Terug naar de draf, tussen de C en de H. Dus als je terug naar draf gaat, toch met je kuit eraan. Want ze mag niet voorover vallen. Ja, super. Tempo van jou, tempo van jou. Heel erg goed. Grote volte bij de A. Hals laten strekken. Ik word hier toch wel blij van. Goed zo, keurig. Heel mooi. En ook nu, hè, hetzelfde als met die middenstap. Hoe langer de hals, hoe losser de rug. Hoe langer de hals, hoe losser de rug. Zo, ja, echt durven los te laten. Dat is met halsstrekken altijd een beetje een middenstap. Je moet durven die hals vrij te laten. Ja, daar. Dat wordt halsstrekken, Tess. Goed zo. Teugels op maat. Met je been erbij. Dus jij zegt meteen achterbenen erbij, teugels op maat. Klaar. Tempo van jou. Traag licht rijden. Achterbenen naar voren. Twee teugels in verbinding. Achterbenen naar voren. Twee teugels in verbinding. Goed zo. Afwenden bij de C. Recht naar de A. Goed zo. En omdat jij constant bezig bent met dat achterbeen, is zij dadelijk ook in staat om mooi die hals op lengte te houden en dan die neus op de loodlijn. Zo, ja. Zonder dat iemand ziet dat jij steeds schakelt. Kijken. En recht. Niet half, recht. Maar dat is dus eigenlijk een beetje hoge cijfers rijden op het moment dat je door de week het voor een 15 voor elkaar hebt. Kijk, zeker een 8 en zeker een 9 is natuurlijk eigenlijk alles. Een 8 moet je zeg maar zien in de dressuur als een 10 en een 9 moet je zien als een 11. Dus zorg dat je thuis alles voor een 12 traint, nou dan krijg je een 10. Toch? Ja, zo zit dat. En daarom is het dan ook belangrijk, hè, nu ook weer deze week, dat jij je hersenen alvast een beetje voorbereidt. En overal zegt, dus in jouw hoofd zeg je, oh ja, ik moet zo meteen bij M enkele passen midden eraf. Dus voor de M zorg ik, geeft die genoeg na, is die aan mijn been. Bij de M, of een beetje zo halverwege bij de M, rij ik eerst een beetje terug. Voel ik of ik een beetje de straalmotor aan kan zetten. Dan rij ik niet midden eraf, maar dan rij ik midden eraf. Dan ga je zeg maar... In jouw hersenen rij je midden eraf alsof je op totilas zit. Snap je? Ja. En dan ook weer terug. En al denk je alsof je passage aan het rijden bent. Verwarm je hersenen daarop. Dan kent dat, toch? Ja. Dan kent dat meevallen. Ja. Maar zo, want weet je wat het is? Als jij terugrijdt in je gedachten. Kijk eens wat hier gebeurt. Mijn bekken gaan ook achterover. Ja. Want dan moeten die van haar ook. Dus op het moment dat ik dus mezelf voorbereid op... Kijk, als ik natuurlijk mijn proef doe voorbereiden, dan denk ik... Oké, het tingelingeling krijg ik dan. Oké, aan mijn been, terug, ik ga passageren. Hoef ik helemaal niet, maar dan zit ik alvast een beetje hier met mijn benen eraan. Ik ga passageren, ik kom afwenden bij de A. Zo, bam, 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 we komen binnen. Maar als ik mezelf daarop voorbereid, dan is die proef... Ga jij dus ook al een beetje zo rijden. In plaats van dat je denkt... We gaan proef 6 rijden. We hopen dat alles goed gaat. Nou, dan gaan we voor alles een 5 halen. Ja. Snap je? Ja. Goed zo. Nou, succes hè, deze week. Ik heb net les gehad samen met Blondie. Dat was weer een hele interessante les. We hebben weer veel gedaan, want we zijn nu natuurlijk aan het trainen voor het NK. Dit was de ene laatste les daarvoor. Dus het is nu gewoon even hard doorwerken. En dan... rijden we alles voor een 15 en dan in de proef kunnen we een 8 en een 9 rijden. Dus best lastig, ook spierpijn in mijn rug, mijn benen, alles. Maar het gaat goed komen. Blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden. Kijk waar je naartoe gaat, hè? Zo dat je goed voelt wat er onder je gebeurt. Keurig. Nou, kun je op het rechte stuk weer even wat schakelen. En dan rij je bij de F nog weer een keer zo'n volte. Goed zo, door de hoek. Heel goed, recht. Door de hoek en weer zo'n volte. En ruim ietsje minder stelling, ietsje minder stelling. Zo, ja. Ja, doe maar nog een keer, dat is goed. Dat is goed, recht, recht, recht. Met je been, blijf het achterbeen naar voren drijven. Zo, ja, goed, ja. Zo, ja. Ietsje rechter. Ze hebben net te veel stelling links. Zo, ja. Ja, goed zo. Vindt ze ook moeilijk.
Hou recht. Zelf iets meer op je linkerbeugel steunen. Goed zo. Hou verbinding. Niet te veel in willen spelen. Hou recht. Afwenden bij de C. Recht naar de A. Zo, ja. En kijk in die spiegel. Naar die letter A. Kijk in de spiegel. Naar de C, sorry. Dat bordje moet of recht achter je rug zijn of net boven je hoofd. Rechtsaf. Goed zo. Ja. En wil je eronder, dan zal de achterbeen iets meer naar voren moeten, hè? Zo, ja. Om de hals lager te krijgen, moet het achterbeen iets verder naar voren. Niet zozeer harder, dus als ze harder gaat, kun je dat in je zit weer opvangen. Zo, ja. En weer laten zakken. En afwenden bij de C. Goed. Maak even een voltetje. Goed zo. Tussendoor. Goed zo. Dan ga je zo meteen, op het moment dat je naar de A rijdt en je ziet dat je recht bent, maak je een overgang naar de stap. Uiteindelijk wil je ook halt houden. Dus je wil als je recht bent een overgang maken naar de stap. Ja, maar hou recht. Hou recht. Hou recht. Goed zo. Heel goed. Draaf je zo aan. Ga je rechtsaf. Doe je het nog een keer. Blijf recht. Zo, ja. Let op dat je naar de A toe, zeg maar ruim 5 meter voor de A, moet je al weten welke kant je op gaat. Goed zo, nog een keertje doen zo. Dus dat je even je gevoel en je oog traint, recht op die A. Kijk in die spiegel dat je recht bent en dat je dan die overgang maakt naar de stappen naar het halt houden. Zo, ja. En recht, en recht, en recht, en recht. Zo, ja. En recht. Goed zo. En recht. En recht. Goed zo. En recht. Met je been erbij, met je been erbij, met je been erbij. Goed zo. Dit is ook wat je morgen een aantal keer doet, Tess. Ik denk dat je hem hartstikke goed hebt zo. En je weet de proef uit je hoofd. Dus rij hem gewoon morgenochtend nog een keertje. Wil je hem gewoon morgenochtend nog een keertje rijden? En dan gewoon, hè, doe dingen maar overnieuw. Maar let op, iedere keer als je het overnieuw doet, dat het beter is dan de keer ervoor. Goed zo. Ik zou het er lekker bij laten zo vandaag. Ik denk niet dat we meer moeten willen. En morgen ook doe je AC-lijnen, maar niet van de A naar de C, maar van de C naar de A oefenen. Dat je gewoon oneindig, en misschien is het makkelijker ook voor jou, als dan zeg maar mama, want die is er toch vast en zeker morgen bij, zo hier een beetje gaat staan. Met de C boven zich, dat jij nog iets langer naar de A die rechte lijn aan kan houden. Dat je een beetje een punt hebt om naar te mikken. Want dat doe je denk ik ook een beetje als ik hier sta en jij rijdt daar naartoe. Kan ook. Oh nee, als mama er morgen niet is, dan zet je pion in. Nee hoor, dat is goed. Vraag aan mij voor jou. Had je je proef al uitgeschreven? Ja. Stuur die even naar me toe. Ja. Heb je al een tijdschema gemaakt? Nee. Oké, geef niet. Daar heb je vandaag nog de tijd voor. Stuur dat vanavond naar me toe. Ja. Bij alles wat je denkt, dat wil ik uitschrijven, van me afschrijven, uit mijn hoofd schrijven, stuur dat gewoon naar me toe. Ja. Als er dingen in je hoofd zitten, schrijf het op. Ja. Want zolang het in je hoofd rond blijft zweven, dan zit dat in de weg. Schrijf het op, dan staat het op papier, dan hoeft het niet meer in je hoofd te zitten. En dan stuur je het ook nog naar mij, dan weet ik het ook. En dan is het een verhaal van, oh, ik ben vandaag bij Blondie geweest. Maakt mij niet uit. Alles waarvan je denkt, dat wil ik nog even bespreken of daar zit ik mee. Schrijf het op, stuur het naar me toe. En dan doen we daar samen nog even morgen over bellen. Ja? Jullie zijn er aan gewend om Tess te zien en mij een stuk minder. Maar zo voor het NK heeft Tess het best heel zwaar. Ze vindt het toch wel heel spannend. Ze is ook zichzelf een beetje aan het saboteren. Moet bepaalde dingen doen voor huiswerk. En krijgt het toch niet uit de vingers. Dus ja, ze slaat een beetje dicht. Ik dacht, nou, dat deel ik ook even met jullie. Dat dus ook kan gebeuren. En dan kan ik natuurlijk met de camera erop gaan staan, maar het heeft niet zoveel nut. Ook bij het lessen heeft alleen Daan even de microfoon in gehad, omdat Tess ja, eigenlijk even niet gestoord kan worden. Ik denk dat dat het goede antwoord erop is. Ik ga even muntjes halen. Dan kunnen Blondie en Corona nog op de trailplaat. Ik kan Tess ondertussen de hapjes doen. En dan gaan we naar huis toe. Blondie die heeft nu een therapiedeken op, de light versie. Het is wel een staldeken. Dus de... Hoe heet dat ding nou? Hoe heet die deken ook alweer?
de therapie turnout. Hij ligt onder de zadel. Ik moet het ook wel even laten zien. Daar. Dat is een staldeken, maar dan met therapie erin. En dit is de light versie, dus die zou ongeveer overeenkomen met 50 gram. Nou, Tess is hier met Blondie bezig. Je moet het zien. Daar. Ik ga even muntjes wisselen en dan Vroon op de trilplaat, dan Blondie op de trilplaat. En ondertussen kan Tess nog even hapjes doen. Dus jullie moeten het heel even met mij doen. Want ja, wat ik zeg, Tess is even niet aanspreekbaar. Het is nu donderdag, dus nog 2 dagen. En dan is het zover, dan gaat ze naar de Hippiade. Het is vrijdag, de dag ervoor. Het gaat goed met Tess. Ik denk dat ze hier en daar wat in zichzelf kruipt, maar ze is net lekker 1,5-2 uur bij de horse store geweest en heeft daar heerlijk gewinkeld. Volgens mij hielp dat wel ook om te ontspannen. Misschien laat ze straks nog wel zien wat ze gekocht heeft. Ik ga op Vroontje rijden. Tess gaat op Blondie rijden. Die gaat de proef oefenen. Kijk hoor, hier met Blondie de proef oefenen. Ik ga erbij rijden, omdat ze anders alleen maar zenuwachtig van me wordt. Als ik ga kijken en filmen. Buiten dat is ook wel lekker om gewoon zelf te rijden. Hallo schat, dus Vroon en ik gaan zadelen. En dan ga ik straks in de bak nog wel een stukje filmen. Nou, Tess zit erop. Ze aan het losstappen. Ik zie de Vroon. En die gaat nu serieus allemaal dingen doen. Ik niet. Ik ben er om lekker met Vroon te rijden. Paard en ik zijn bezweet. We hebben lekker gereden. Ging eigenlijk best wel heel goed. Ik merk wel dat echt weer de bovenlijn wat gewerkt moet worden. Dat ze weer meer spieren bovenop moet gaan krijgen. Maar op zich toetsen het absoluut niet slecht. Dus daar ben ik heel blij mee. Even uitstappen. Het is vrij warmpjes ineens. En ja, Tess is ook nu bezig met de pony. Die gaat zo nog even wassen, denk ik. Want dan is die extra schoon. Dan kan ze morgenochtend nog een keer wassen. En dan heb je een hele schone pony. Dus dat. Trailer aan het inruimen. Ik heb hier de cap. De cap zou hier in moeten liggen. En dan wordt het morgen starten. Dus heel spannend allemaal.